Als het aan het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland ligt, komt er geen onderzoek naar het herstel van de treinverbinding Nijmegen-Kleef. Gedeputeerde staten kiezen voor verbeteren van de busverbinding. Op verzoek van provinciale staten is verkend wat de gevolgen zijn van mogelijk herstel voor onder andere Groesbeek en de natuur in de omgeving. Eerder was er een afweging gemaakt van kosten en opbrengsten. Provinciale staten worden over het onderzoek en de conclusies geïnformeerd. In Groesbeek wordt wisselend gereageerd op de plannen. Ik vind het een goed plan in verband met toerisme. Maar het kostenplaatje zal wel zodanig zijn dat hij er niet komt. Daarom zegt de provincie Gelderland, die zegt ook, ja, we kunnen ook bussen inzetten. Wat kiest u dan, trein of bus? Ik denk een trein. Trein is sneller. Dus, en ook bussen geven vervuiling dus, en meer verkeer op de weg. Er zou een trein komen van Nijmegen naar Kleef. Wat vindt u daarvan? Nijmegen naar Kleef? Goed, maar ik gebruik niet dit trein. Voor mij hoeft het niet. Nee? Nee. Waarom? Omdat we niet rust hebben. Ook met de overgang. Ik heb 60 jaar die trein hier gezien rijden. Dus voor mij mag het een keertje over zijn. Ja. Voor de jeugd en de ouderen? Ja, waarom? Ja. Nou ja, makkelijker opstappen. Ja. Lijkt me. Die trein in Moken is ook zo geweldig. Ja, ontzettend leuk. Ja. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Hier door het bos. Ja, dat lijkt mij ontzettend leuk. Waarom eigenlijk? Wij fietsen wel die kant op. We zouden de fiets mee kunnen nemen. We komen nog alles in Kleef. Ik woon zelf in Nijmegen. En het verbindt hier ook de boel aan elkaar. Hè? Nijmegen door dat bos, Groesbeek, Kranenburg. Met een stopje in Kranenburg ook. Ja, ik ben ervoor. Tot slot, moet u er komen, ja of nee, de trein? Ik denk het niet.